Ik ben Sascha van Putten. Als reservoir-engineer kijk ik hoe het gas door het Groningenveld stroomt. Het gas stroomt niet overal even makkelijk naar de putten waar wij gas winnen. Daarom hebben wij op meerdere locaties in het veld putten. In heel Groningen zo'n 300. Dit is een van de productielocaties in de buurt van het Eemskanaal. Dit is ons laboratorium in Rijswijk. Hier zie je gesteenten uit de ondergrond van Groningen, zandsteen. Hierin zit aardgas. Zandsteen is erg poreus. Er zitten kleine ruimtes tussen de korrels in. Dit kun je goed zien omdat ik het gesteente vergroot onder deze microscoop. In een proefopstelling kan ik nabootsen hoe gas door de ondergrond stroomt. Vergelijk de poreusheid van zandsteen, waar het gas in zit, met een spons. In de ondergrond gebeurt in principe hetzelfde. Wanneer gas uit het zandsteen wordt gewonnen, wordt het gesteente iets ingedrukt. Er ontstaat dus niet één groot gat. In de ondergrond, op 3 kilometer diepte waar het gas zich bevindt, bevinden zich breuklijnen. Deze zijn vele miljoenen jaren geleden ontstaan. Stel je voor dat dit zo'n breuklijn is. Wanneer het gesteente aan één kant van de breuklijn een beetje meer wordt ingedrukt, kan er beweging langs de breuk ontstaan. Meestal gaat deze beweging geleidelijk, maar soms ook met een schok. Dit is een aardbeving. Ik kijk of ik door het samenspel van de verschillende putten de drukafname in het gehele veld zo geleidelijk mogelijk kan laten verlopen. Zo proberen we de kans op een aardbeving zo klein mogelijk te houden. Ook kijken we bijvoorbeeld naar mogelijkheden om het aardgas dat we uit de grond halen te vervangen door water, stikstof of ander gas. Zo proberen we manieren te vinden om het aantal aardbevingen en de kracht ervan te laten afnemen.